Opeens stond Volker Nauta bij ons op de stoep samen met Lars Wouters van den Oudeweijer. En die bracht de muziek mee van Frans Schmid. Daar hadden wij nog nooit van gehoord. Het is een componist die ondergesneeuwd is in het geweld van de 20e eeuw. Hij schreef dit stuk waar zij mee aankwamen in 1938. Werken allemaal voor piano linkerhand. Uitsluitend linkerhand, plus klarinet en strijktrio. Voor wie schreef hij die? Voor Paul Wittgenstein. Een bekende uitspraak van Wittgenstein is: ik wil stukken kunnen spelen met één hand die andere pianisten nog niet voor elkaar zouden krijgen met twee handen. Persoonlijke trekken. Die mensen die hebben zijn niet in de 19e eeuw blijven hangen. Ze hebben helemaal hun eigen stem kunnen ontwikkelen. Ze zijn behoorlijk, net als Wittgenstein en Volker en wij allemaal, zijn ze behoorlijk koppig hun eigen weg blijven volgen. En dat kun je horen aan hun muziek. En wij willen die muziek weer terugbrengen op het concertpodium. Dus een heilige taak voor ons.